welkom kijken naar een nieuwe themaverhaal, mensen. Ik ben vandaag met maar liefst 5 gasten met de schurken, met hallo. Met hallo. Hallo en hallo. Achter de man staat de camera en die gaat nu vertellen wat het verhaal is. Dit verhaal gaat over carnaval. Een man ging met zijn vrouw carnaval vieren. Wat gebeurde er? Waar is die in het buitenland? Ja! Zo, die is moeilijk. Waren ze in Brazilië? Nee, maar dat is niet belangrijk. Waren zij in... Hadden zij zo'n lampjes gehaald? Ja! Hebben ze slingers gehaald? Ja! Zo, die is moeilijk. Oh, wacht even. Het verhaal ging over carnaval. Ze gingen het vieren. Gingen zij, zeg maar, de hele tocht maken? Ja! Zo. Oh, maar dat weet ik al. Luister, Bowser Junior. Luister, wat is nou ook alweer? Met carnaval gebruik ik toch altijd van die confetti. Gebruik dus een confetti. Ja! Zaten zij in dat ding? Nee, maar dat weet ik niet. Oh, wacht, ik weet hem al. Ze vierden carnaval in het buitenland. Ja, ja. Ze gingen dus confetti halen voor het hele feest. Ze gingen een rondje meelopen. En toen ze een rondje hadden meegelopen. En toen gingen zij toen nog een rondje lopen. En toen, daarna, en toen, boem. Toen was het carnaval begonnen. De man en de vrouw had confetti gekocht. Omdat ze confetti had gekocht, moesten ze 2 keer lopen en was het carnaval daar. Gefeliciteerd, raad ze opgelost. Ja. Wow. Oh.